In 1477 werd in de parochiekerk van Tongeren een broederschap opgericht ter ere van onze lieve vrouw, de heilige Catharina, Barbara en Agatha. Uit deze broederschap is het latere Sint-Catharina-gilde voortgekomen. De oprichtingsakte is niet bewaard gebleven. Wel zijn een aantal oude akten in de archieven teruggevonden. Tot en met de 17e eeuw worden steeds de vier patroonheiligen genoemd. Hierna wordt gesproken over het Sint-Catharina-gilde. Het oudste bestaande attribuut is dit zilveren medaillon, welke dateert uit circa 1500. Het medaillon is 34 mm rond en de halfplatte reliefbeeldjes zijn nog duidelijk te herkennen. Rechts Sint-Catharina met rad, zwaard en opengeslagen boek en links Maria met op de handen het kind Jezus. Naast de ambachtsgilden ontstonden er talloze religieuze broederschappen welke vaak een eigen kapel of altaar in de plaatselijke kerk hadden. De oudste vermelding van een schutsboom dateert van 1570 en geeft aan dat rond deze tijd de overgang van broederschap naar gilde moet hebben plaatsgevonden. Beide zilveren schilden zijn waarschijnlijk aan het gilde gegeven als bewijs van erkenning. Het schild van jonker Rutger van Berkel dateert uit circa 1575 en die van Johan van Koudenhoven uit circa 1620. Beide waren heer van Tongeren. Door de invoering van het schietelement werd ook om de titel van koning geschoten. Het Sint-Catharina-gilde heeft altijd met het geweer geschoten. Dit schild van Francis Matthijssen dateert uit 1627. Hij heeft zich ook nog in 1634 en 1639 tot koning geschoten. Hij kreeg echter niet de titel van keizer, omdat dat niet driemaal achter elkaar was. De koningsvogel dateert van rond 1640. Dit draagteken mag alleen door de koning gedragen worden. De gelagsregisters, waarin de financiële bijdrage per gildebroeder en welke activiteit werd bijgehouden, geven een goed beeld van het ledental, soort activiteit en financiële situatie. Het gilde maakt rond 1900 moeilijke tijden mee en moet zelfs enkele zilveren koningsschilden verkopen. Door een telfout in de boeken in 1902 werd het 450-jarig bestaan niet in 1927, doch in 1928 herdacht en is het gilde tijdelijk uit een dal herrezen. Op 25 november 1927 werd Jonneke Leijten gehuldigd ter gelegenheid van zijn 75 jaar lidmaatschap. En dit was tevens de aanzet voor de jubileumviering. Het gildefeest was zeer groots opgezet en duurde verschillende weken. Rond Kasteel het Hof vonden de wedstrijden plaats. Helaas voor het gilde was dit hoogtepunt meteen de aanzet voor een aantal moeilijke jaren. Pas na de Tweede Wereldoorlog kan weer van een bloeiperiode gesproken worden. Het bestuur van een gilde wordt overheid genoemd. Zo heet de voorzitter regerend deken, de secretaris dekenschrijver en de penningmeester schatbewaarder. De overige overheidsleden zijn oude of jonge deken. Maandelijks komen de gildebroeders in het gildehuis bijeen en beginnen de avond met een vergadering. Deze vergadering wordt volgens de traditie door de regerend deken geopend met de christelijke groet. Vooral voor het nageslacht worden door de notulist uitgebreide notulen gemaakt en deze worden op de vergadering voorgelezen. Gezamenlijk wordt beslist welke gildeactiviteiten worden ondernomen, zoals bijvoorbeeld het inschrijven voor gildedagen, het roosteren van schietwedstrijden, etc.
Na gedane arbeid is het tijd voor ontspanning, wordt er gekaart of wordt er aan het archief gewerkt. Op zijn tijd een glaasje gerstenat of een jonge borrel verhoogt ook bij het gilde de onderlinge broederschap. Reeds een lange traditie heeft het schieten om de titel van schutterskampioen van het eigen gilde. Voor deze bijeenkomst moet symbolisch 1 gulden worden geofferd in de pot, waardoor men de verdere dag alle consumpties vrij mag nuttigen. Jan van den Bergen legt het wipschieten uit door middel van de demonstratie van de drietand. Wipboom is een boom van plus minus 16 meter hoogte, voorzien van een drietand met 3 wippen. Verschillende grootte, groot, klein, nog kleiner. De kunst is natuurlijk om deze met een schot boven de kant te raken, eraf te schieten. Alle 3. En dan worden ze van onderuit weer opgetrokken met een touwtje naar de vloer. Mario van den Bergen geeft uitleg over de werking van het geweer. Wat u hier aantreft is een klein kaliber geweer met kaliber .22, oftewel 6 mm patronen long rifle. Dat wordt gebruikt in de disciplines bij Brabantse schuttersgilden om het geweer schieten op de wip en de puist uit te voeren. Het geweer bestaat uit een houten kolf, een stalen loop met richtmiddelen. En een richtmiddel is een jopter, een korrel, wat dus in 1 lijn wordt gehouden met het object wat geschoten wordt. De grendel is een 1-kamersgeweer. Daar wordt per slot wordt er een kogel in de kamer gezet en de grendel gesloten. En u kunt met de haan kunt u dus het schot laten afgaan, zoals het dus bij elk geweer gebruikelijk is. Dit zijn wedstrijdgeweren en ze worden dus gebruikt bij alle disciplines van het gildeschieten en scherpschuttersverenigingen. Vroeger werden er bij het gilde wat zwaardere kalibers gebruikt. Dat waren kogels van 9 mm tot 12 mm doorsnede. Die werden dus gewoon door de gildeleden zelf vervaardigd. Nu is het allemaal fabrieksmatig, maar vroeger werden de kogels door de gildeleden zelf vervaardigd, gegoten. Gevuld in hulzen en kruid met slagpoetje en ook als 1-kamergeweer werd dat gebruikt. Tegenwoordig is dat om milieutechnische redenen niet meer toelaatbaar, alhoewel er nog enkele gildes zijn die nog schieten met dit soort kaliber. Maar dat komt echt gewoon nog zelden voor. Tegenwoordig is het allemaal dit kaliber met dit soort wedstrijdgeweren. Om de titel van schutterskampioen en schutterskampioene wordt door de deelnemers gestreden op het scherp van de snede, daar het een zeer hoog aangeschreven prijs is die men in de loop van het gildejaar kan behalen. Men is schutterskampioen voor een jaar en de wisselbeker mag je behouden indien je 3 maal achter elkaar of 5 maal in totaal de titel behaalt. De damestitel is later ingevoerd, doch hier gelden ook dezelfde regels. Had ik al geschreven? Deze dag staat ook in het teken van gezelligheid en iedereen komt aan zijn trekken, van groot tot klein. Thank you.